Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Radboud Universiteit 2022. Wat hadden we ontzettend graag u hier live in de aula ontvangen. We hadden elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar een box of een elleboog kunnen geven en elkaar het beste wensen voor 2022. Helaas loopt het anders. Wij hadden aan het eind van afgelopen jaar al aanzien komen dat het online zou zijn en we hadden een mooi programma voorbereid met tafelgesprekken waarin we in gesprek zouden gaan met medewerkers en studenten om terug te blikken op 2021 en vooruit te blikken op 2022, maar ook dat kan helaas niet doorgaan. Desondanks gaan we er toch een mooi jaar van maken en een mooie nieuwjaarsbijeenkomst. Ik heb twee gasten vandaag, onze rector Han van Krieken en het nieuwe collegelid Agnes Muskens. Komt u mee? Wat gaan we doen vandaag? Han van Krieken zal zo dadelijk de Hermesdorfprijzen uitreiken. En Agnes Muskens zal zichzelf voorstellen. Haar eerste officiële handeling als collegelid aan onze universiteit. Ik zal zo dadelijk gaan vooruitblikken op 2022. Maar ik start zo meteen met een terugblik op 2021. Komt u mee? Dag Han, dag Agnes. Goedemorgen. De beste wensen voor 2022. Ook voor jou, alle goed. Ook voor jou. En Agnes, heel bijzonder hier zo aanwezig in de aula van de Radboud Universiteit als vers collegelid. Welkom. Dankjewel, Daniel. Dankjewel. We gaan zo dadelijk nog meer van je horen. Ja. We gaan van start en ik start dus met de terugblik op 2021. 2021 begonnen we. Net als nu 2022 in lockdown. Ja, en het is niet in woorden uit te drukken hoe ontzettend vervelend dit eigenlijk voor ons allemaal is. Ik ben mijn zolderkamer ook zat, net als de vele computerschermen waar u naar kijkt en ook nu weer waarschijnlijk naar kijkt. Wij mensen zijn sociale dieren en als de coronapandemie ons iets leert, is dat we elkaar nodig hebben. Wel kwamen wij als bestuurders op een gegeven moment in een soort ritme terecht in de loop van 2021. Aan het eind van de week kwam er een advies van het Outbreak Management Team, gevolgd door een kabinetsberaad op informeel beraad op zondag, een kabinetsbesluit op maandag of dinsdag en dan dinsdag de persconferentie. Wij stonden dan op de universiteit op scherp. Wat zouden de maatregelen zijn voor het hoger en ook het universitair onderwijs? Veel mensen op onze campus moesten dan vervolgens aan de gang om te kijken wat die maatregelen precies betekenden voor ons als universiteit. Vervolgens hadden we dan tot de maandag daarop om deze in te voeren. En dit heeft enorm veel flexibiliteit vereist van docenten, van studenten, van alle ondersteunende medewerkers. In de loop van 2021 werd dit schema steeds strakker. Roosteraar Karen Meijer die vertelde ons dat op vrijdagavond 12 november de persconferentie was waar zij hoorde, zo'n beetje tussen neus en lippen door, dat die maandag daarop al opeens weer een maximum van maar 75 studenten per collegezaal zou ingesteld worden. Van vrijdag naar maandag moest dan de hele campus opnieuw ingericht worden. En dankzij de extra inzet van Karen Meijer en vele anderen is dit mogelijk gemaakt. Roosters aangepast, docenten op de hoogte gesteld, studenten op de hoogte gesteld, linten, zalen aangepast enzovoort. En dat alles in 3 dagen tijd. Dit heeft veel gevraagd van u allen. Echt veel gevraagd. Lockdowns, avondklok, maximaal aantal studenten in een collegezaal. Anderhalve meter maatregel wel, anderhalve meter maatregel niet. Mondkapje op, mondkapje weer af. Mondkapje op alleen tijdens verplaatsingen en niet tijdens zitten. Een variëteit aan maatregelen rondom sporten, rondom zelftesten. Vaccinaties die overigens ook op onze kampen gezet zijn. Nogmaals. Het heeft heel veel gevraagd van onze flexibiliteit en we hebben het keer op keer gedaan in het belang van ons onderwijs en ons onderzoek.
Ik heb het zelf mogen meemaken tijdens een college wat ik gaf. En dit was maar één enkel college wat ik zelf gaf. Maar tijdens dat college heb ik ervaren hoe complex het kan zijn op het moment dat je college geeft aan een zaal vol studenten die deels aanwezig zijn live, maar voor een deel ook thuis zitten om wat voor reden dan ook en via het scherm het volgen. Ik begon mijn college en het bleek dat mijn stem dubbel te horen was. Gelukkig was er iemand van de ondersteuning aanwezig om het euvel te verhelpen, waardoor ik me op de inhoud kon blijven focussen. Wat fantastisch dat deze mensen dat werk voor ons doen. Dankzij jullie is er heel veel gewoon doorgegaan en gebeurd in 2021. Het Maria Montessori gebouw is geopend. Het Comenius gebouw is geopend met onze digitale toetsfaciliteit. Bachelordiploma's zijn uitgereikt. Masterdiploma's zijn uitgereikt. Promoties hebben plaatsgevonden. Veel collega's hebben bijzondere erkenningen, bijzondere eervolle subsidies mogen ontvangen. Er zijn heel veel belangrijke bijdragen geweest aan het maatschappelijk debat op diverse onderwerpen. En er was bijvoorbeeld een indrukwekkende online Anti-Racism Awareness Week op onze campus. Er is zoveel gebeurd. Ik heb nu niet de tijd om het allemaal te noemen, helaas. Een aantal punten wil ik toch even bij stilstaan. Met stip op 1, wat mij betreft, het welzijn van onze studenten en collega's. Dit gaat ons allemaal aan het hart. Het is opmerkelijk dat we in de ziekmeldingen of in de studievoortgang eigenlijk bijna geen effect zien van de coronapandemie. Waar we het effect des te sterker zien, is, ik had het er net al over, het mentaal welzijn. Het je slechter voelen. Het geldt voor ons allemaal, maar voor sommigen van ons in het bijzonder. En ik denk hierbij speciaal aan studenten die in coronatijden gestart zijn met de studie. Collega's die recent in coronatijd bij ons zijn komen werken. En deze studenten en collega's die kennen eigenlijk onze campus niet zoals die in volle bloei kan zijn. Mijn oproep aan u allen is, blijf elkaar in de gaten houden. Geef ook om elkaar in 2022. En mocht u wat mentale energie over hebben, en sommige mensen hebben dat gelukkig ook, gebruik die dan om die mensen te helpen die op dat moment juist wat mentale energie tekortkomen. Bied een luisterend oor. Het kan al zo belangrijk zijn. Dat luisterende oor is ook heel belangrijk voor een tweede thema wat ik wil noemen. Het thema sociale veiligheid en de wijze waarop we met elkaar omgaan, digitaal en op de campus. Afgelopen jaar zijn op de campus op diverse plekken hele belangrijke en indringende gesprekken geweest over het thema sociale veiligheid. We zijn als universiteit gaan werken aan een gedragscode die gaat gelden voor de hele universiteit. En we zijn op dit moment in gesprek met de medezeggenschap daarover. Ons team vertrouwenspersonen heeft heel veel werk gedaan afgelopen jaar. Is hopelijk bereikbaar voor iedereen en staat klaar om te luisteren, te adviseren en te helpen. Weet ze te vinden. En recent is ook Nancy Villevoix benoemd als ombudsfunctionaris van de Radboud Universiteit. Wij kijken uit naar de samenwerking met haar en wensen haar veel succes. En aan u allen zeg ik, weet deze mensen te vinden. Onze ombudsfunctionaris, ons team vertrouwenspersonen. Niet altijd gaat alles helaas goed. 2021 was ook een jaar van personele wisselingen. Een aantal wil ik noemen. Merel van Vroonhoven werd de nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht. En ook Mario van Vliet trad toe bij deze Raad van Toezicht. Marijke Pe werd secretaris van onze universiteit. En eind april, het is alweer zo lang geleden, namen we afscheid van Wilma de Koning als vicevoorzitter van onze universiteit. En we zijn heel blij en trots dat we nu met Agnes Muskens onze nieuwe collegelid hier aanwezig hebben. Wij wensen overigens de KNW, zijn we best een beetje jaloers op, want die mogen trots zijn dat ze Wilma de Koning hebben binnengevist. We hebben ook afscheid genomen van een aantal decanen. Christophe Lutti van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Lutgarde Buydes van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Pietijn van Kempen van de faculteit de rechtsgeleerdheid en binnenkort ook Margot van Mulke van de faculteit der letteren. Heel veel dank jullie voor je inzet, je kundigheid en je enthousiasme de afgelopen jaren. Afscheid nemen van decanen betekent ook nieuwe decanen. Helene Meuren van den Berg, Sijbrand de Jong, Roel Schutgens en binnenkort ook José Sanders. We wensen jullie heel veel succes in jullie nieuwe belangrijke rol aan onze universiteit. En dat wensen we ook B. Brij, die dien werd van de Radboud Academy voor leven lang ontwikkelen. En in hen verwelkomen we ook al die andere nieuwe collega's die afgelopen jaar zijn komen bijdragen aan onze universiteit. Veel succes, ook in 2022. Zoals gezegd, iedereen heeft zich geweldig ingezet onder lastige en steeds maar veranderende omstandigheden in 2021. En als ik op één plek zou mogen inzoomen waar dat wel heel duidelijk werd hoe moeilijk het werd, dan is het onze medische faculteit. Daar waar onderwijs, onderzoek gekoppeld zijn aan patiëntenzorg. Juist daar kwam eigenlijk alle moeilijkheid en complexiteit van de coronapandemie samen. Hoe geef je onderwijs en hoe doe je onderzoek in een context, in een gebouw waar ook die patiëntenzorg plaatsvindt? Fantastisch hoe jullie dat hebben gedaan. Petje af daarvoor. En daarbij ook nog hele belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het maatschappelijk debat tot op de dag van vandaag. Daarbij, en dat is wellicht een beetje ondergesneeuwd, is ook bijzonder dat aan de medische faculteit afgelopen jaar 13 vrouwelijke onderzoekers, docenten en klinici benoemd zijn tot hoogleraar. Geweldig, gefeliciteerd. Daarmee is het percentage vrouwelijke hoogleraren naar 30% gestegen aan de medische faculteit. Die 30% is ongeveer ook het percentage waar we als universiteit als geheel wat op lijken te blijven steken, zeg ik eerlijk. Onze ambitie is in 2025 om 36% in ieder geval 36% vrouwelijke hoogleraren te hebben en daarvoor is er dus werk aan de winkel. Meer in de breedte vinden we het ook belangrijk dat we een campus willen zijn waar diversiteit in het algemeen vanzelfsprekend is. Iedereen op onze campus moet zichzelf kunnen zijn, zich gerespecteerd voelen, zich thuis voelen op de Radboud Universiteit. En daar willen we de komende jaren meer blijvende aandacht aan besteden. Verschillende van onze collega's mochten in 2021 eervolle subsidies en prijzen in ontvangst nemen. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar begrijpend lezen van digitale teksten. Naar het ontstaan van leukemie. Naar suikermetabolisme. Naar zwarte gaten. Naar informatieverwerking in het oudere brein. Of naar burgeroorlogen. Als je het lijstje zo voordraagt, is het fantastisch om te zien hoe breed onze universiteit toch is. Maar juist ook hoe disciplines elkaar weten te vinden en samen te werken. Onderzoekers van de HAN en de Radboud Universiteit verkregen gezamenlijk de NWO Team Science Award voor een onderzoek naar zwevend vervoer. En als klap op de vuurpijl ontving Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity, ook nog de Stevin-premie. En dan doe ik nog veel, heel veel onderzoeken en onderzoekers tekort met deze opsomming. Er wordt zoveel mooi en belangrijk onderzoek aan onze campus uitgevoerd met en zonder subsidies. Ook wil ik graag even speciaal noemen onze studenten bedrijfskunde Julia van der Sprong. 2 jaar geleden stond zij hier naast mij, zat zij ook hier naast mij en vertelde zij over haar ambitie om het heel goed te gaan doen met het rolstoelbasketbal op de Paralympische Spelen. Die werden uitgesteld naar vorig jaar en ze won goud. Gefeliciteerd. Ik eindig deze terugblik op 2021 met een voorbeeld van achter de schermen en een voorbeeld voor de schermen. Laat ik beginnen achter de schermen. De computerhack, de cybersecurity dreiging in Maastricht van eind 2020, heeft ons vele lessen geleerd. Wat we ook hebben gezien in 2021 is dat dit constante aandacht vraagt. Het is niet gebleven bij Maastricht
NWO werd in 2021 getroffen, weet u het nog, door een cyberhack. Onze buren van de HAN, onze buren van het Radboud UMC werden verrast door datalekken. Het kan iedereen overkomen. En de vraag lijkt niet zozeer te zijn of je gehackt gaat worden als organisatie, maar wanneer. Blijf opletten. Menselijke onoplettendheid. Onbewust kan je toegang geven aan een kwaadwillende. Blijf dus attent. Blijf je wachtwoorden vervangen. Rapporteer onregelmatigheden aan de helpdesk. Heel veel dank bij deze aan iedereen die zich op dit moment en ook afgelopen jaar zo heeft ingezet voor onze digitale veiligheid. Ik weet dat er ontzettend hard door jullie is gewerkt. Dan naar voor de schermen. 18 november was het Radboud Impact Day. Via de sociale media vroegen we aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken, met speciale aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. Nou, dat hebben we geweten. Ons bericht werd via social media 1,3 miljoen keer bekeken. Het filmpje dat we deelden is online 605.000 keer bekeken. En nog veel meer via de televisie. Hier was absoluut geen sprake van Nijmeegse bescheidenheid. En de boodschap kwam over. Boeiende discussies in de media, kranten, radio, televisie, zelfs in de Tweede Kamer. Ook in 2022 zal duurzaamheid een belangrijk thema op onze campus blijven. We blijven nodig. Het filmpje dat we deelden tijdens Radboud Impact Day was heel krachtig, met name door de beelden. Beelden kunnen wat dat betreft meer zeggen dan woorden. Daarom, na deze terugblik in woorden, nu ook een terugblik in beeld, gemaakt door onze collega Dick van Aalst. En aansluitend reikt onze rector, Han van Krieken, de Hermesdorfprijs uit. Wel, nu je eigenlijk dat jaar hebt gepasseerd, dat het wel daadwerkelijk echt zwaar begint te worden. We gaan eens kijken hoe ver we hem kunnen brengen, onze Erasmus. Het lijkt een soort van ludieke actie, maar eigenlijk is het best wel iets groots wat we willen doen met deze actie. Het is echt essentieel in onderwijs dat je elkaar gewoon fysiek kunt ontmoeten. Ja, en dat die noodzaak mag ook wel heel erg duidelijk worden. Ja. Eén dag fysiek les, één zo'n structuurmomentje, dat helpt aan het overleven van je hele week. Ja, echt. Ik vind het heel mooi om hier te lopen met die open muren of met die glazen muren. Het is gewoon vriendelijker dan in het Spinoza-gebouw, daar was het allemaal zo'n beetje afgesloten. En het is vooral nieuw. Schooljaar weer. Dus ja, alles moet eigenlijk eind augustus klaar. En we doen er alles voor om dat ook voor elkaar te krijgen.
Ik vond het wel anders ofzo om jullie het echt te zien. Ja, ja, maar wel veel fijner. Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoon een stuk makkelijker dan online. Ik had het echt een stuk heftiger verwacht, want ik vind prikken ook heel erg eng, maar ik heb er niks van gevoeld. Nou, toch mooi om nog veel lachende gezichten het afgelopen jaar op de campus te hebben kunnen vastleggen, ondanks alles. En nu ook weer een mooi moment. Ik mag, net als elk jaar, de Hermesdorfprijzen uitreiken. Hermesdorfprijzen genoemd naar Bernardus Hubertus Dominicus Hermesdorf, die rector van deze universiteit, van onze universiteit was, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen de studenten een loyaliteitsverklaring van de bezetter zouden moeten gaan tekenen, heeft hij geweigerd die uit te delen. Daar was moed voor nodig en hij sloot de universiteit. Vandaar dat we de prijs naar hem genoemd hebben. Een prijs voor wetenschappelijk onderzoek dat in de media de aandacht heeft gekregen, dat natuurlijk fantastisch onderzoek is, maar waar ook moed voor was om in die media overeind te blijven. De winnaars krijgen een oorkonde en een plaquette met de afdeling van professor Hermesdorf. En de Hermesdorf Talentprijs gaat dit jaar naar Marlies van Eck, docent belastingrecht aan onze universiteit. Marlies, fijn dat ik je nu op deze manier toch even kan zien. Een prachtige prijs, maar wat waren nou eigenlijk de conclusies van het onderzoek wat jij hebt gepubliceerd, waarvoor je deze prijs krijgt? Ja, de conclusies zijn dat het gebruik van technologie door de overheid vaak met heel veel enthousiasme wordt gedaan. Maar dat er niet zo goed over wordt nagedacht over de gevolgen voor de lange termijn. En in mijn onderzoek heb ik gekeken van wat heeft het nou betekend voor de rechtsbescherming van burgers. Dus ik heb echt als een jurist geprobeerd te snappen wat nou precies gebeurt bij grote uitvoeringsinstellingen zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst, om te snappen op welke manier de burgers nog wel hun recht kunnen halen. En de rechtsbescherming is verminderd. En dat is het niet omdat er dus een groot plan aan ten grondslag ligt om dat nou eens eventjes af te gaan kalven. Maar dat is zo gegroeid door de jaren heen en nu zitten we daarmee opgescheept. En we weten eigenlijk ook met elkaar niet zo goed hoe we daar weer uit kunnen komen. Ja, we hebben natuurlijk allemaal het nodige gelezen en gezien over de toeslagenaffaire, wat natuurlijk daar een extreem voorbeeld van was. Maar je hebt ook laten zien dat dat op andere terreinen ook is. En je hebt daar de Kafka-knop genoemd. Ik vond dat een heel mooi woord. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we zien gewoon bij automatisering dat er paden worden ingegaan door de computers die in sommige gevallen eigenlijk niet nuttig zijn of juist heel erg schadelijk kunnen zijn. En dan zou het mooi zijn als dat van tevoren is ingeprogrammeerd, maar dat is vaak niet gebeurd, dat je alles even stop kan zetten.
En dat je vervolgens een toepassing kunt verzinnen op maat om de computer dus te overtuigen om datgene te doen wat jij goed vindt dat er moet gebeuren. Nu kan dat vaak niet. Nu is er eigenlijk gewoon één pad geprogrammeerd. En daarom zou het mooi zijn als er voor moeilijke gevallen, want die kan je nooit van tevoren voorspellen, die kan je ook niet van tevoren uitdenken, nou, dat je dan de Kafka-knop hebt om in te drukken op het moment dat je zegt, oké, nu gaan we voor deze personen een uitzondering maken. Nou, geweldig idee. Vandaag begint het nieuwe kabinet. Ik hoop dat die goed naar je luisteren. Heb jij nog een laatste boodschap voor nu, voor dit nieuwe kabinet rondom jouw thema? Ja, ik heb heel veel boodschappen, maar ik zal me beperken. En de boodschap is, denk niet dat maatwerk de oplossing is voor de problemen die we nu hebben. En dat betekent dat we echt in de systemen, in het hele netwerk, zeg maar, van wat we bedacht hebben, daar moeten veranderingen in aanbrengen. Hartelijk dank en ik zie aan je enthousiasme dat je dat niet loslaat, dit thema. Geweldig. Zeker. Voordat ik de Hermesdorfprijs ga uitreiken, wil ik heel graag het nieuwe collegelid Agnes Muskens welkom heten hier. En Agnes, stel je graag even voor. Dankjewel, Han. Dankjewel. Beste collega's en studenten, wat vind ik het leuk om hier te mogen starten. En ik kijk er naar uit om velen van jullie het komend jaar te mogen ontmoeten. Even wat over mijn zakelijke achtergrond. Ik heb 12 jaar bij Deloitte Consulting gewerkt. Als partner was ik verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de banken en verzekeraars op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Daarvoor heb ik heel lang gewerkt bij ABN AMRO, altijd eigenlijk in de bankaire sector. En ik heb daar een grote diversiteit van managementposities gehad in de financiële kolom. Even een uitstapje naar mijn privéleven. Ook minstens zo interessant, denk ik. Ik ben getrouwd met Marcel en we hebben 3 jongvolwassen kinderen. En in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen en te koken voor vrienden. Bovendien onderneem ik graag activiteiten met mijn gezin, zoals een lang weekendje weg. Maar ja, om de welbekende redenen, we kennen ze allemaal, is dat de afgelopen tijd er niet meer van gekomen. Maar in plaats daarvan heb ik de schoonheid van Nederland ontdekt tijdens het wandelen. En ook hier heb ik reeds in de omgeving van Nijmegen gelopen en heb ik de diversiteit van de Ooipolder ontdekt. En dan nu, sinds vorige week ben ik dus gestart bij de Radboud Universiteit. Ik heb mijn werk altijd, alle werkzaamheden die ik gedaan heb, altijd met veel passie en plezier gedaan. En dat hoop ik ook hier bij de Radboud Universiteit te gaan doen. Ik zal me hier focussen op bedrijfsvoering en financiën. En ik hoop met jullie verder te bouwen aan het sterke fundament van de Radboud Universiteit om zo te zorgen voor een gezond onderzoek en onderwijs. En daarmee bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Ik voel me vereerd dat ik jullie nu een animatiefilm mag laten zien waarin in 2 minuten het sterke fundament van de Radboud Universiteit te zien is. Laten we een kijkje nemen. Thank you.
Ik hoop dat jullie net zo onder de indruk zijn van dit filmpje als ik het ben. Ik vind het echt een fantastisch filmpje. Hij is straks ook beschikbaar op het intranet, zodat iedereen hem kan gebruiken voor jullie eigen presentaties. Dankjewel voor de tijd dat ik mezelf mocht introduceren. En Han, ik geef graag het woord terug aan jou. Dankjewel, Agnes. En met veel genoegen kan ik dan nu de Hermesdorfprijs gaan uitreiken aan het Centrum voor Migratierecht. Een heel team, wat ik hier op het scherm kan zien, bijna compleet. Een van de leden van het team is onderweg naar het Europees Parlement. Daar kom ik straks op terug. Geweldig, gefeliciteerd met deze mooie prijs. Maar Karen, misschien kun jij uitleggen waarom jullie deze prijs hebben gekregen. Waar ging jullie onderzoek over? Welke conclusies hadden jullie? Heel veel dank dat ik ook namens ons team van 8 onderzoekers de prijs hier in ontvangst mag nemen. Wij voelen ons licht nederig, maar ook trots dat we deze penning mogen ontvangen. Want ik denk dat de oorsprong van de prijs ook goed aansluit bij de conclusies van het artikel wat wij publiceerden in april. Hermesdorf liet zien dat in welke positie je ook bekleedt in de samenleving, dat zelf blijven nadenken essentieel is. En in de conclusie van ons artikel roepen wij alle staatsmachten, dus zowel de rechter, bestuur als wetgever, op tot zelfdenkzaamheid. En het was mooi om te zien hoe dat begrip, dat zelfdenkzaamheid, vervolgens ook herhaald werd in de Tweede Kamer, in de politiek, in de nationale media. Dus ja, dat hopen we dat dat niet alleen bij een woord blijft, maar dat dat ook in de praktijk zichtbaar blijft. Ja, dat is denk ik ontzettend belangrijk. Wat drijft jullie als team om met dit thema zo aan de slag te gaan? Want er is ook maatschappelijke weerstand tegen. Nou ja, ik denk dat het wat ons als team drijft, en dat is toch bijzonder in deze tijden van lockdown, om al mijn collega's die ik toch vooral digitaal ontmoet heb, dat we elkaar zo snel wisten te vinden. Ons centrum bestaat dit jaar 25 jaar. En ik denk dat met de toeslagenaffaire iedereen die werkzaam is in het migratierecht direct de parallellen zag met wat er gebeurt in het migratierecht of ten aanzien van migranten in Nederland. En het kostte ons vrij weinig moeite om ons digitaal te ontmoeten en op te schrijven wat we in al die 25 jaar al onderzocht hebben, gezien hebben, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Was dat een hele prettige en inspirerende samenwerking. Nou, waarbij je weer ziet dat je samen toch altijd weer meer weet en sterker bent dan als eenzame onderzoeker. Ja, nou, dat is geweldig. En de tegenmacht die jullie vormen is natuurlijk ontzettend belangrijk vanuit de wetenschap, juridische wetenschap. Heb je nog een boodschap voor het nieuwe kabinet, waar twee mensen het ministerie van Justitie gaan leiden die niet jurist zijn? Hebben jullie nog een belangrijke boodschap voor hen misschien? Ik denk dat beide bewindspersonen, het is natuurlijk mooi dat zij op dit moment op het bordes staan. Ik hoop van harte dat de belofte voor een nieuwe bestuurscultuur, de belofte van meer tegenmacht, dat die ook waar wordt gemaakt. En dat je zeker als niet-jurist met deze portefeuille je toch ook echt goed laat adviseren met juridische inhoud. Want het gevaar dat er plannen worden geroepen die vervolgens, net als wat Marlies van Eck zo mooi laat zien, met de automatisering van hele terreinen van het overheidsfunctioneren, dat uiteindelijk de rechtsbescherming van de burger toch echt in het vizier gehouden moet worden. En daar is kundigheid voor nodig. Dankjewel. En ik zie dat we hier juristen hebben die niet zullen opgeven het komend jaar. Onze universiteit heeft in ieder geval dit jaar de juristen duidelijk in het front neergezet met de twee prijzen dit keer. En natuurlijk de felicitaties met het 25-jarig bestaan van het Centrum van Migratierecht. Karen Geertsema, Ellen Nissen, Ashley Terlouw, Karen Zwaan, Carole Schuters,
Kees Groenendijk en Paul Minderhout van harte gefeliciteerd. En ook Tineke Strik, die op dit moment in de trein naar het Europese parlement is en helaas niet kon aansluiten. Mooi dat het ook een team was dat dit jaar de prijs krijgt. En daar gaan we mee door, want wij zullen bij de opening van het academisch jaar, komend jaar, voor het eerst de Radboud Team Science Award gaan uitreiken. Team Science Award voor een groep mensen die gezamenlijke wetenschap doen. Het gaat dus niet alleen maar op de topwetenschappelijke publicatie waar het om gaat, maar ook om de samenwerking. Wie heeft welke rol? Hoe vul je elkaar aan in je unieke vaardigheden? Meer info hierover binnenkort op onze website, zodat je jezelf, je team of een ander team kunt gaan nomineren. Ik kijk ernaar uit en geef graag het woord nu terug aan Daniel Wigboldus. Dank Han. En dank Agnes en Han. En felicitaties natuurlijk voor de winnaars van de Hermesdorfprijzen. Nu mijn vooruitblik op 2022. En ik wil dat doen aan de hand van allereerst het thema vrijheid. Het ging net al even over zelfdenkzaamheid. En de eerste aspect van vrijheid waar ik kort bij stil wil staan, zeker met het oog op 2022, is de wetenschappelijke vrijheid. Hoe belangrijk die zelfdenkzaamheid wel niet is. Basic research, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, staat aan de basis van heel veel kennis die wij hebben. Denk aan de coronapandemie, waar niet alleen de vaccinaties, maar ook de psychologische, technologische, maatschappelijke interventies waar we nu gebruik van maken, eigenlijk allemaal gegrond zijn in onderzoek wat vaak al decennia eerder begonnen is in die hoofden van onafhankelijk denkende wetenschappers. Laten we dat vasthouden, ook in 2022, die wetenschappelijke vrijheid. Ander aspect van vrijheid is het belang van maatschappelijke vrijheid, juist ook voor wetenschappers. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, om inbreng te hebben in het maatschappelijk debat, moet dat kunnen zonder je bedreigd te voelen. Helaas hebben meerdere collega's afgelopen jaar negatieve ervaringen opgedaan. En het is ook, zien we in de politiek, aan de hand tot op de dag van vandaag. Laten we die maatschappelijke vrijheid vasthouden en mensen de gelegenheid geven en het lef geven om gewoon dat wat ze naar voren willen brengen, naar voren te laten brengen. Zeker als het geworteld is in wetenschap. Niet toegeven aan die bedreiging is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ten koste van wat ben je als wetenschapper bereid om mee te doen aan het maatschappelijk debat? Laten we elkaar hierin steunen. Derde aspect van vrijheid wat op onze campus heel erg heeft gespeeld in 2021 en nu aan de start van 2022 ook alweer speelt, is de persoonlijke vrijheid en de complexe vraag in hoeverre jouw individuele persoonlijke vrijheid ten koste mag gaan van die van anderen. Vragen natuurlijk rondom vaccinatie en toegankelijkheid van het onderwijs. Vragen rondom digitaal toetsen. Rondom wel of niet thuiswerken in verband met besmettingsgevaar. Rondom hybride werken. Wie bepaalt nu eigenlijk wanneer je juist wel of niet naar het werk gaat als medewerker? Herinnert u zich nog het thema van het academisch jaar 2019-2020? Ik denk dat onze rector het zich zeker wel herinnert. Zeker, dat was luisteren. Luisteren, precies. Luisteren was toen het thema. Ik denk dat luisteren, wanneer we om willen gaan met die vrijheden, wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke vrijheid, persoonlijke vrijheid, dat luisteren naar elkaar cruciaal is. Juist daar waar we verschillen van mening over vrijheid, daar waar we misschien niet willen horen wat de ander te zeggen heeft, juist daar zullen we goed naar elkaar moeten luisteren. Waarom wil iemand thuiswerken of juist niet? Waarom wil een student juist wel of niet een digitale toets doen? Waarom ervaart iemand werkdruk of stress? Waarom voelt iemand zich bedreigd, onheus bejegend, gediscrimineerd of neemt ergens aanstoot aan? Waarom wil iemand wel of niet gevaccineerd worden? Soms zijn de antwoorden niet zo voor de hand liggend. Luisteren leidt lang niet altijd vanzelfsprekend tot begrip.
Het kan zelfs tot nog meer onbegrip leiden als je iets te horen krijgt wat je eigenlijk niet wil horen. En wat is het dan makkelijk om gewoon niet te luisteren, om gewoon langs elkaar heen te leven. Maar we kunnen niet langs elkaar heen leven. Dat biedt geen uitweg. We zijn verbonden met elkaar. We ademen dezelfde lucht. We zitten in dezelfde collegezaal, lopen over dezelfde campus, zitten in hetzelfde kantoor of lab. Of we willen of niet, we zullen het met elkaar moeten doen en we zullen dus naar elkaar moeten blijven luisteren. Luister en denk na alvorens te reageren. Het lijkt niet zo goed te passen in de huidige tijd waar alles snel gaat. Als ik kijk naar mijn eigen YouTube-gedrag, voordat een filmpje 20 seconden geduurd heeft, ben ik soms alweer afgeleid, heb ik mijn eerste oordeel klaar en klik ik door naar het volgende filmpje. Mijn goede voornemen voor 2022 is om de mensen om mij heen niet te behandelen als YouTube-filmpjes. Om niet te snel door te klikken, maar juist om door te vragen. Om zaken te laten bezinken. Om beter te luisteren naar de ander. Misschien wel juist wanneer die ander iets vertelt wat ik eigenlijk niet wil horen. Probeer elkaar te begrijpen. Dat is mijn goede voornemen voor 2022. Onze universiteit heeft eind 2021 het jaarplan voor dit jaar vastgesteld, waarin we uitvoering geven aan onze strategie A Significant Impact. Een aantal thema's zal extra aandacht krijgen dit jaar. En een hele belangrijke daarin is welzijn en werkdruk. Zeker ook in de context van het erkennen en waarderen van alle kwaliteiten die op onze campus aanwezig zijn. We gaan hier als Radboud Universiteit in 2022 flink wat geld voor uittrekken. We putten uit onze reserves om heel veel nieuwe medewerkers aan te gaan stellen. En dat betreft niet alleen de faculteiten, maar ook Radboud Services. Daarnaast zijn thema's waar we extra aandacht aan besteden in 2022 diversiteit en inclusie. We hebben het er net al even over gehad. Thema is ook een veilige campus. Ook een veilige digitale campus. Duurzaamheid is een thema. Maar ook het samenwerken met onze externe partners, wat steeds belangrijker wordt. Zoals bijvoorbeeld binnen Neurotech EU, binnen de Guild, met de stad Nijmegen, Arnhem, onze regio, ons omringende kennisinstellingen. En een belangrijk thema blijft natuurlijk de discussie over onze identiteit die we met elkaar voeren. Laten we op deze thema's extra goed naar elkaar luisteren in 2022. Sta mij toe heel even iets erbij te pakken. Dit kleine paarse boekje is getiteld The Usefulness of Useless Knowledge. Ik kreeg het ooit van collega Peter Hagort. In het boekje staat een essay uit 1939 van Abraham Flexner, oprichter en eerste directeur van The Institute for Advanced Study in Princeton. Er gaat wellicht een belletje bij u rinkelen, want dat is inderdaad het instituut waar Robert Dijkgraaf als directeur vertrekt. In het voorwoord van dit boekje geeft Dijkgraaf ondersteuning voor het pleidooi van Abraham Flexner voor nieuwsgierigheidsgedreven basic research. Een pleidooi uit 1939 waarvan Robert Dijkgraaf aangeeft dat het heden ten dagen relevanter is dan ooit. Het is ons, uit het hart gegrepen. Vandaag start Robert Dijkgraaf, eredoctor aan de Radboud Universiteit, als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wij wensen hem en ons heel veel nieuwsgierigheid en tijd om naar elkaar te luisteren toe de komende jaren. Ten slotte, in 2022 leven we toe naar het 100-jarig bestaan van onze universiteit. We gaan dit jaar ons 100ste levensjaar in.
ons 100ste levensjaar. Mede namens Agnes en Han wens ik jullie heel veel inspiratie, heel veel plezier, heel veel succes in werk en studie toe en veel vrijheid en tijd om naar elkaar te luisteren in 2022. Tot ziens. Tot ziens.